Deze vraag is echt heel vaak gesteld. Ja, maar ik vind dat gewoon zo'n vraag waarvan ik niet weet hoe ik erop moet antwoorden. Nee. Hey guys, ik ben met Bibi gezellig. Heel veel van jullie hadden om een nieuwe Q&A gevraagd met Bibi. Dus ik had op Instagram vragen gesteld. Mijn Instagram is @queenofchatlex voor degenen die mij niet volgen. En jullie hebben allemaal vragen ingezonden. Ja, echt heel veel. Er waren er echt heel veel. En ik heb screenshots gemaakt en ik dacht het is het leukst als ik als we de meest gestelde vragen gaan beantwoorden. Laat ik even beginnen met, voor degenen die het niet weten, want die vraag krijg ik ook nog steeds, wie Bibi is. Ja, ook nu weer bij deze Q&A. Bibi is mijn stiefdochter. Bibi is de dochter van Sander uit een eerdere relatie. Dus Bibi is mijn stiefdochter en Bibi is dus de halfzus van Olivia. Olivia is de dochter van mij en Sander. Zo weten jullie dat. En Bibi is 13. En dat vragen ook altijd heel veel mensen. Dat zijn de basic dingen. Ja. Dus, ja. Jij hebt heel veel vragen nog niet gezien, hè? Nee. Oké. Zo. Ja, ik heb niet alles gescreenshot, hè. Gewoon een aantal waarvan ik dacht, dit zijn leuke vragen. Deze is heel vaak gesteld. En dat is, hoe oud was Bibi toen ze jou als stiefma kreeg? Weet je dat nog? 6 toch? Ja. Ja. 6. Wat vind je het leukste aan elkaar? Ga jij beginnen? Grappig. Ja. Vind je mij grappig? Ja. Als in, je lacht me uit of gewoon nee, grappig? Nee, gewoon echt grappig. Oké. Ik vind het leukst aan Bibi dat ze een heel lief karakter heeft. Bibi heeft echt geen slechtheid in zich. En Bibi is echt aardig tegen iedereen. En ik weet wel van vroeger dat meisjes die 13 waren, die soms best wel vals konden zijn. En ja, dat is gewoon zo. Sommige meisjes op die leeftijd zijn best wel vals en pest en onzeker en dat soort dingen. En Bibi heeft dat gewoon niet in zich. Oh. Oh, so sweet. Oh ja, heel veel mensen hebben dus gevraagd of jij wel eens tassen en kleding van mij mag lenen. Ja. Ja, dat is altijd zo geweest. Nee. En ik geef ook vaak dingetjes aan Bibi. En het is natuurlijk mijn werk. Dus ik krijg ook gewoon echt superveel kleding. En ik kan niet alles dragen. En ik wil ook niet altijd dezelfde kleding op de foto zetten. En Bibi vindt heel veel bijvoorbeeld een Tommy Hilfiger truien. Of Champion truien. Calvin Klein t-shirts. Dat soort dingen vinden ze allemaal superleuk. Oh, dus dat gaat meestal wel naar Bibi, ja. En als Bibi bijvoorbeeld een schoolfeest heeft, dan leent ze ook tassen. Ja. Of gewoon chat eten gaan. Ja. Of whatever, dus ja. Heel veel mensen hadden ook gevraagd welk niveau ik ga doen. Ja. Nou, VWO, dat is het geworden. Maar volgens mij had je dat ook verteld toch? Ja, dat heb ik wel verteld. Bibi heeft eerst de HAVO-VWO gedaan. Gewoon zo'n gemixte brugklas. En nu gaat ze naar 2 VWO. En dat heb ik ook gedaan. Dat vroeg ook heel veel mensen. Ja. Dus ja. En heel veel mensen vragen ook wat je wil studeren en wat je later wil worden. Dat weet ik nog niet. Nee, daar weet hoor ik jou ook nooit over. Nee. Ik zou het ook niet weten. Nee. Oké. En heel veel mensen vragen of Bibi ook bij haar moeder woont, hoe vaak ze bij ons is. Dat zal ik jullie even vertellen. Over het algemeen is de afspraak, Bibi woont echt 50-50 bij ons en bij haar moeder. Ja. Over het algemeen komt Bibi op woensdag naar ons en dan gaat ze met Sander tennissen. En dan blijft ze tot zaterdagochtend en dan gaat ze naar haar moeder. Deze vraag is echt heel vaak gesteld. Ja, maar ik vind dat gewoon zo'n vraag waarvan ik niet weet wat ik daarop moet antwoorden. Nee, dus echt heel veel mensen hadden gevraagd hoe Bibi het vindt om een influencer als stiefmoeder te hebben. Maar zij ziet dat natuurlijk niet zo, omdat ze mij ook daarvoor al kende. En dat is zeg maar gewoon langzaam. Het was niet zo. Niet als... Nee, het is langzaam maar zeker zo gegaan dat dat mijn werk is geworden en dat ik veel volgers heb gekregen. En Bibi heeft dat zeg maar vanaf het begin af aan meegemaakt. Dus het is voor haar niet dat ik een influencer ben. Dit is gewoon wat ik doe qua werk en zo ziet zij het ook. Dus ja, daar heb je niet echt een mening over, want het is gewoon wat het is. En haar vader is natuurlijk DJ en daar is ze gewoon haar hele leven aan gewend, want dat was hij al toen zij geboren werd. Dus ja, dat is gewoon voor jou het werk wat wij doen. Nee, ik zie het totaal niet zo. Nee. Wil je meer kinderen? Ik ja. Ja. Nog meer broertjes en zusjes. Ja. Voor Bibi. Sorry. Ja. Wanneer ga je weer samen naar Amerika? Dat vraagt Bibi zich ook af. Ja. We gaan dus normaal elke zomer naar LA. En dit jaar gaan we naar Italië, een keer wat anders. Sander gaat wel naar LA, 17 augustus. En dan gaat Bibi met haar moeder naar Ibiza. Maar wij gaan van 9 tot 16 juli naar Capri en Positano. Ja. En normaal gaan we elk jaar, letterlijk al, ook voordat Olly geboren werd, al super lang naar... Nou, vroeger was het Ibiza en daarna werd het Amerika. Maar dit jaar kwam het qua timing niet zoveel uit. Dus nu gaan we kijken of we in de eerste vakantie misschien van Bibi naar LA kunnen gaan. Ja. Maar Bibi vindt het zelf ook super leuk om naar LA te gaan. Ja, inderdaad. Welk seizoen vind je het minst leuk en welk vind je het meest leuk? Ik vind het zomer het leukst. En ik denk het minst leuk de herfst. Jij vindt.
zo grappig. Ja, ik vind de herfst is echt mijn favoriete seizoen. Ik vind de kleding heel leuk dat ik over mielaars dan kan dragen. En herfst en blaadjes op de grond en binnen zitten. Ik vind dat echt super gezellig. Dat snap ik ook wel, dat je dan over nielaars aan kan doen en zo. Maar ik ga geen over nielaars naar school aan doen. Nee, dat snap ik. Snap je? Nee. En mijn minst favoriete seizoen is de zomer. Sorry, maar ik zie het echt al voor me. Ik hou dus niet zo van de zomer. Ik weet dat het echt bizar is. Ik vind het gewoon irritant dat alles met werk langzaam gaat. Mensen reageren langzaam op je e-mails. Maar ik vind je ook totaal geen zomerpersoon. Nee, ik ben echt... Herfst en winter is echt mijn vibes. Ja, winter vind ik ook wel leuk. Ja, winter is ook wel heel gezellig. Deze vraag is ook trouwens heel vaak gesteld. En dat is, hoe was jullie eerste ontmoeting en de eerste gedachte bij het zien van elkaar? Ja, ik weet dat niet meer. Nee. Jij weet het nog veel. Ik vind dat super raar, maar Bibi kan zich dat natuurlijk niet herinneren. Want die was letterlijk, zat in groep 2. En ik weet nog heel goed dat we... ik ging al eventjes met Sander. En toen ging ik dus Bibi ontmoeten. En we gingen toen een wedstrijd van Nederland kijken. Echt? Ja, van het WK. En toen moest ik jou de hele tijd kieteren. De hele avond moest ik jou kieteren. Maar ik vond het niet leuk. Ja, dat vond je heel leuk toen, destijds. Toen? Ja. En ja, hoe was dat? Ja, het was gewoon heel natuurlijk eigenlijk. Bibi was super lief. En ik denk ook als ik het niet leuk zou hebben gevonden, dat ik het anders steeds wel zou Dat je het wel zou herinneren, ja. Nee, het was gewoon heel gezellig. En we gingen langzaam maar zeker vaker dingen doen. IJsjes eten, naar de stad. Ja. En dat soort dingetjes doen. Sander en ik woonden ook nog niet samen toen. Dus dat is allemaal gewoon langzaam maar zeker zo gegaan. Ja. Heel veel mensen hadden gevraagd, hoe is de band met Bibi haar moeder? En hoe ga jij Noor ermee om? Nou, Sander en de moeder van Bibi zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Dus er is nooit echt heel veel drama geweest om te beginnen. Dat is wel belangrijk om te weten. Ja. Dus eigenlijk ging dat vanaf het begin al best wel goed. Bibi's moeder is heel erg chill en altijd chill geweest. Ik vind het ook heel leuk dat Sander en ik met elkaar gingen. En ze vond het ook heel leuk voor Bibi dat ik met Bibi het heel goed kon vinden. Dus mijn band is eigenlijk heel goed met de moeder van Bibi. En we spreken ook best wel vaak af. We zien elkaar heel vaak en WhatsApp heel veel. En het is gewoon heel gezellig. En Bibi's moeder heeft ook, eigenlijk net zo lang als dat Sander en ik met elkaar gaan, ook een vriend. Daar woont ze ook mee samen. Ik denk dat dat ook heel erg geholpen heeft. Ja, zeker. Dus dat is al ook al meer dan 7 jaar. Gaan die met elkaar. There is no drama to be told. Het is allemaal heel chill eigenlijk. En dat is voor Bibi natuurlijk ook heel erg fijn. Want het is niet zo leuk als je ouders ruzie hebben. Ja. Ik hoop ook dat het bij jullie thuis niet zo is. Maar goed, dat gebeurt natuurlijk wel vaak. Maar in dit geval is alles goed gegaan. Noor, help jij ook echt mee aan de opvoeding van Bibi? Of laat je dat over aan Sander? Ik denk allebei wel. Ja. Ja. Maar het is niet dat Noor heel streng is. Nee. Echt totaal niet. Nee, het enige wat ik soms irritant vind van Bibi, waar ik dan wel wat van zeg, is dat Bibi niks opruimt. Dus als ze gaat ontbijten, dan laat ze haar bord staan. Dan moet ik zeggen, Bibi, zet je je bord in de keuken? Als ik s'avonds zeg, kom ze weer de keuken opruimen, dus Bibi de eerste die gaat helpen, zeg maar. Met de vaatwasser inruimen en alles doen. Alleen, s'ochtends heb je echt niks aan haar. Ik heb gewoon geen kracht ervoor. Nee. Ik ben echt geen ochtendmens. Nee. Niet. En Sander maar ook niet. Maar ik ben het nu wel meer geworden dan vroeger. Ja, vroeger was het echt drama. Ik wilde gewoon vroeger echt niet aan mijn bed komen. Nee. Vroeger tilden we jou wel eens gewoon slapend uit bed. En dan legden we je op de bank. En dan moesten we je zeg maar wakker maken. Echt op het laatste moment om naar school te gaan. Werd ze gewoon niet wakker. En nu gaat dat dus wel beter. Omdat ze gewoon vaker vroeg op moet staan. Ook voor de middelbare. Maar... het is nog steeds, het gaat niet van harte. Nee. Het is niet van, oh jee, opstaan. Ja. En ik ben wel een ochtendmens op zich. Ja. Ik ben wel altijd vrolijk 's ochtends. En Sander ook niet. Sander houdt ook niet van de ochtend. Wat vinden jullie het mooiste aan elkaar? Die hebben we eigenlijk al beantwoord. Jij hebt gezegd, over je uiterlijk. Ja. Ik vind Bibi's haar heel mooi. En Bibi heeft hele lange benen. Wil ik ook. Die heeft langere benen dan ik. Nou, ik vind Bibi gewoon sowieso heel mooi. Ik vind hetzelfde. Het is niet aan iets aan jou wat ik lelijk vind, ja. Ja, sorry. Innerlijk. Ja, nee, grapje. Nee, maar dat vind ik echt. Oké. Okay. Zie dat ik denk, oh, één ding wat echt... Dit is echt voor je lelijk. Ja. Of dit is echt heel mooi. Oh ja, weet je wat trouwens ook heel vaak gesteld is, de vraag. Echt niet normaal. Waarom Bibi haar account privé is. Bibi's Instagram is gewoon @BibiKleineberg. En die is dus gesloten. We hebben bewust gedaan, ook omdat we wilden dat ze zich eerst op school ging focussen. Omdat ze echt superveel volgverzoeken krijgt. Ja. En als zij dan heel veel volgers heeft, dan gaat dat toch aandacht vragen en een dingetje worden. Dus we hadden gezegd sowieso eerst overgaan naar 2 VWO. En dan kijken we verder. Maar ja, nu hebben we het er een beetje over. Dus... ja, weet je, aan het kijken wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. Ja,
Dus, maar als die open is, dan laat ik het wel op Instagram weten of een Insta story of iets. En dan kunnen jullie massaal Bibi gaan volgen. Wat is je favoriete Starbucks? Ik heb er twee. Oké, vertel. Allebei met karamel. Een iced latte met karamel, decaf. En een karamel frappuccino. Ja. Mijn is een iced decaf americano of gewoon iced americano of een soja cappuccino. Ja. Dat bestel ik altijd. Alleen ik vind het zo irritant dat ik nooit een frappuccino, dat er altijd dan nog zo'n beetje in blijft zitten. Wat je er dan niet uit krijgt. Ja, dat je er niet uit krijgt. Dat is heel frustrerend. Zo irritant. Oké, op wat voor mannen, jongens, vallen jullie qua uiterlijk en innerlijk? Die mag jij beantwoorden. Ja, dat weet ik niet. Ja, sorry, maar dat weet ik echt nog niet. Ja. Ja, ik weet het. Ja. Nou, ik heb niet echt een type qua uiterlijk. Ik val echt op innerlijk. En op de vibes die iemand heeft. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen, iemand, en dat Sander ook, aardig is tegen andere mensen. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik echt extreem belangrijk. Dat je mensen helpt, bijvoorbeeld met koffers tillen. En gewoon kijkt of je mensen kan helpen. En dat iemand grappig is, vind ik extreem belangrijk. Is het ook zo warm? Nee. Ik vind het zo warm. Ik warm van die vraag over de jongens. Nee. Beschouw je Bibi als je eigen kind? Ja, ik ken Bibi al dus vanaf dat ik zelf 23 was. En ja, nee, ik kan me niet voorstellen. Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik Bibi niet ken sowieso. Dus. Ja. Wat irriteert jullie het meest aan elkaar? En hebben jullie wel eens ruzie? Nee, we hebben nooit ruzie. Nee, we hebben bijna ik nooit kan ruzie. Me wel irriteren aan hoor, maar niet. Waar irriteer je dan aan? Het verschilt. Dat gewoon, ik kan dat niet altijd zeg maar terughalen of zo. Maar dan op een moment zelf denk ik echt. Oh my gosh, she's so annoying. Ik irriteer me alleen aan Bibi als ze niet opruimt. Voor de rest eigenlijk niet. Nee, Bibi is voor de rest heel chill. Zou je een tattoo willen? Zou jij welke? Ja, ik wil wel een tattoo, maar ik weet het nog niet zeker. En ik weet ook niet precies wat. Daarom heb ik het ook nog niet gedaan. Ik heb geen één tattoo. Even goed over nadenken. Hoor. Ja, ik wil er goed over nadenken, maar ik weet het gewoon nog niet. Ik ben zo bang dat ik er spijt van krijg en daardoor doe ik het eigenlijk niet. En jij? Nou, misschien, maar iets kleins, niet heel groot. Ja. Maar, misschien later. Later, ja. Ja. Na je 18e pas, ja. Toch? Ja. Ja, heel veel mensen vragen waar je je kleding koopt, trouwens. Echt heel veel. Brandy Melville, Subdued. Niet heel veel online, maar de laatste tijd twee dingen. Je had laatst bij Storage besteld ook. En Colorful Rebel. Noors kledingkast. Ja, verder niet. Dat is het een beetje. Ja. Ik vind sowieso de laatste tijd als ik ga shoppen valt het allemaal wel een beetje tegen. Zomer is echt stom om te shoppen. Ik kan ook niks vinden. Echt helemaal niks. Bij H&M ook ja, niet Zara meer. Ook. Zara is ook wel leuk. Maar dat heb ik altijd van, dan ga ik naar Zara. Ga ik echt leuke dingen vinden. Zomaar dan. Ook de laatste tijd niet echt, hè? Je moet echt goed zoeken in de Zara. Hebben jullie een rare eetgewoonte die jullie met elkaar delen? Nou, Bibi en ik houden wel echt allebei van snoep. Maar Bibi houdt dus heel erg van ijs. En ik niet. En ik hou echt heel erg van zout drop. Ja, dat vind je op zich wel lekker, maar niet zoals ik. Ja. Rare eetgewoonten die we delen. Nee. Niet echt eigenlijk. Ik denk echt met een rare eetgewoonte pindakaas met... Ja, ik ook. Pindakaas met jam of zo. Maar dat we hebben sowieso niet echt rare eetgewoonten. We eten gewoon brood met beleg. Ja. Af en toe snoep, pasta, pizza, salades, gewoon van alles. Gewoon. Ja, inderdaad. Dat soort dingetjes. In L.A. wonen met een slechte baan of in Nigeria wonen met een goede baan? Ik woon dan liever in L.A. met de slechte baan. Ik vind L.A. gewoon echt zo chill. Ja, en het weer is super lekker en we kennen de weg. Ja. Liever 2 dagen naar L.A. of 1 jaar naar de Caribische eilanden? Nou, ik ga dan wel voor de Caribische eilanden. Want 2 dagen in L.A. daar heb je echt niks aan. Dat is echt gewoon alleen vliegen. Ja. Wat is jullie leukste herinnering samen? Ik ben heel benieuwd of je hetzelfde gaat zeggen als ik. Weet jij het nog? Weet jij het? Ik weet het echt niet. Het zijn er best wel veel. Ik vond het leukst, we waren 2 jaar denk ik voordat Olivia geboren werd, denk ik 2013. Waren we in Amerika op vakantie. Toen gingen we een roadtrip doen en dat was met z'n drieën toen nog. En dat was echt heel leuk. Dat was echt heel leuk. Door Californië, Arizona, Texas en New dat soort dingen. Ja. Dat was echt leuk. Zijn we niet in New York geweest, die zomer? Nee? Nee. Dat was dat jaar daarna. Toen was ik namelijk zwanger, toen was ik zo misselijk. Oh, ja. Dat was voor mij geen leuke herinnering. Ja. Ik voelde me toen niet lekker. Die hele zomer, dat weet ik. Ja. Gingen jullie allemaal leuke dingen doen? Ik lag alleen maar in bed. Gingen jullie naar de NM Store op Times Square en zo? En ik ging nergens mee naartoe. Ja, dat was echt zielig.
Oh, heel veel mensen vragen wie make-up draagt en wat haar everyday make-up is en hoe wij daar tegenover staan. Nou, van ons mag ze gewoon make-up dragen, maar ze doet het gewoon niet echt eigenlijk. Ja, alleen als ze voor iets heel speciaals en ik doe alleen maar wenkbrauwen. Maar dan doe je ook heel weinig. Maar alleen naar school doe ik mijn wenkbrauwen, dat is gewoon echt nodig. Maar ja. Wat doe je dan, zeg maar? Ja, gewoon van die gel. Maar als je opmaakt, wat doe je dan? Mascara, highlighter, maar ik doe geen foundation op. Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee. En af en toe doe je wel lipstift op, toch? Nee, ook niet. Van die mat heb je toch? Ja. Dat bruinige. Ja. That's it. Ja, niet echt. En doe je highlighter op? Ja. Nou, niet naar school. Nee. Maar als je zeg maar iets bijzonders gaat doen, hebben we het nu over. Ja. Vraag of Bibi vriendje heeft. The answer is no. Klopt dat jij vroeger de oppas van Bibi was en zo Sander heb leren kennen? Nee. Dat klopt niet. Ja, heel veel mensen vragen of Bibi wilt gaan vloggen of ook Instagrammer wilt worden. Nee. Niet specifiek. Se. Nee. Het is geen grote droom van je. Nee. Wat doen jullie samen het liefst? Ik denk of shoppen of Netflix kijken. Ja. Dat zijn gemeenschappelijke hobby's. En eten. En eten inderdaad. Stad in of uit eten of Netflixen. En we houden van gewoon van die high school series zoals Pretty Little Liars, ja. Gossip Girl, nee, Riverdale. Ik vind Pretty Little Liars wel leuk, maar te eng. Het is echt niet zo heel erg. Gossip Girl, Pretty Little Liars. Wat kijken we nog meer? Modern Family. Younger. Zo leuk. Dat moet je, als dit vind ik een leuke vraag. Hoe zou je willen heten als je zelf je naam mocht kiezen? Nee. Nee, ja. Dat is echt een rare vraag. Wacht even nadenken. Hele rare vraag. Ja, ik vind Kaya dus een mooie naam. Zeg maar K-A-I-A. En don't name your kids this because it's my kid's name. Dat vind ik een mooie naam. Heel veel mensen vragen of je wel eens herkend wordt en hoe dat dan gaat. Nou ja, hier komt het. Nou, meestal kijken ze me gewoon aan. Maar dan hoor je daar mensen wat zeggen. Wat? Nee, alleen als je soms naar meet and greet meegaat, dan zeggen mensen wel, baby, mag ik ook op de foto? Maar niet in de stad of zo. Nee, maar wel als we met z'n allen zijn, zeggen mensen wel vaak van, oh ja, kijk jullie vlogs en zo. Als ik bijvoorbeeld met een vriendin in de stad ben, dan niet. Nee, maar ik denk dat mensen dat ook niet durven te zeggen. Nee, omdat ze zelf vaak ook jong zijn en misschien gênant vinden om dan wat te zeggen. De meeste mensen zeg maar, die jouw vlog kijken, die zijn wat ouder. Dan jij, ja. Maar zijn wel jong ook nog. Ja. En, maar zou je het erg vinden als mensen wat zeggen? Nee. Zou ik alleen maar leuk vinden. Heel veel mensen vragen ook of je op school het idee hebt dat je anders behandeld wordt door het werk van je ouders. Nee. Nee, ja. Is nooit zo daar geweest. Daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Daar waren wij wel bang voor. Dat ze misschien mensen anders met Bibi om zouden gaan. Dat ze YouTube hadden gekeken of iets. Maar dat is toevallig op haar school echt totaal niet het geval. Nee. Which is very nice. Ja, we zijn een beetje door de vragen heen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Thumbs up als jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te subscriben. En als jullie nog meer leuke video requests hebben, laat ze dan in de comments achter. En dan zien we jullie weer in de vlogs.